Welkom bij Product Update nummer 33 alweer. 33? Yes. Ja. Hier stonden net de eerste mensen weer in de deur voor allerlei potjes gekleurde schminkletters en andere toestanden. Vlinderpenselen. Ja, vlinderpenselen. Noem het maar op. Vraag je af wat het is? Check even de categorie grimeren op de website. Hier barst het morgen los hier in het dorp. Als we een paar keer moeten onderbreken, kan het zijn dat mensen hier op de bel drukken. We zijn officieel nog niet open. Maar ja, daar hebben de mensen hier niet in de gaten. Nee. Want normaal gaan winkels om 9 uur open hier in het dorp. Als mensen boodschappen doen, dan drukken ze hier op de bel voor allerlei gekke dingetjes momenteel. Ja. Dus dan weet je dat kan gebeuren. Ja. Maar zullen we eens beginnen met een trucje? Nou. Ik heb hier een stoplicht bij me. En het zijn drie verschillende kleuren. De groene, de gele en de rode of oranje. Ja. Nou, je doet die, dan gooi je het bovenop. Ja. Hier. Het leuke is, als je het overheen wrijft, kijk, dan gaat hij er vanaf. En dan komt hij onderop het ding te staan, zie je. Kan hij ook terug? Zo, en dan komt hij weer terug bovenop. Oh, dat had ik niet gedacht, oké. Nou, dat kun je ook met deze gele doen. Wacht, als ik die hier in het midden doe, want daar hoort het stoplicht. In het midden zit het geel. Geel licht staan. Nou, dan ga je er zo een keer overheen. Kijk, en dan komt het gele puntje weer aan die kant staan. Oké. Okay. Nou, wacht, dan kun je weer terug eroverheen. En dan staat het plekje weer terug aan die kant. Nou, dan zullen we het stoplicht helemaal afmaken. Groen. Geel. Rood. Dit is in principe zoals je hem kent. Mm-hmm. Maar als je heel snel rijdt, dan vallen al die kleuren weer terug naar beneden, zie je? Het is aan die kant zo, andere kant ook. Nou, die kun je weer terug laten gaan. En dit is in principe wat dingetje. Maar controleer als je wil. Ja, controleer, oké. Okay, ja. En het schijnt als je in de auto zit, dat je dan het stoplicht op groen kan laten. Echt? Moet je... Nee, dat is niet waar, hè? Zwaaien zo. Ja, precies. Oké, okay, leuk hoor. Ja, leuk, leuk. Goed gemaakt. Ja. Van Astor is dit. Zo werk ik me kan herinneren. Ja, Astor. Magical Streetlight. Ja, ik vind het cool. Ik vind alles met een pedal move heel cool. Ja, is ook zo. Maar het is super visueel en er gebeurt veel, hè? Ja, klopt. Er gebeurt heel veel. En ja, je kan ervoor kiezen om hem... nu hebben we echt een, basic. Basic gedaan. Je kan ervoor kiezen natuurlijk ook om de pedal te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld, dat hij hem laat verdwijnen en die komt terug uit je zak. En dan geef je hem dan voor onderzoek uit handen. Okay, dat is natuurlijk qua... Zo zou ik het in een routine doen, zeg maar. Mm-hmm. Maar in principe, wat je nu ook doet, werkt gewoon ook perfect. Ja, is toch. Kijk, dat hoeft dus niet wat je nu, maar dat kan wel. Ik zou hem niet eens laten controleren. Nee, want ik je laat klaar mijn routine en zo. Ja. In mijn zakje en de volgende truc. En je kan ook helemaal blank starten ook nog, zonder blokjes. Nou, helemaal liggen dat je een damp opbouwt. Je kan ervan maken wat je wil. Ja. Je krijgt alles wat je nodig hebt, plus een online instructievideo. Ja, en cool. En streetlight kost €39. En dat is goed gemaakt. Ja. Heel goed gemaakt. Hartstikke leuk. Ja. Dat was top. De eerste. Leuk ding. Hey, deze zou ik graag willen laten zien. Het is niet direct dat ik een tijdsgebrek heb, maar ik heb de DVD uitgebreid bekeken. Het is heel cool. Het is Gypsy Thread. Gek genoeg hebben ze in de dealer demo niet de hele routine laten zien. Maar als je de Gypsy Thread kent, dat wil zeggen, je hebt normaal een stukje draad, garen, dat trek je zelf in stukjes, dat is klassiek Gypsy Thread. Je pakt de stukjes bij elkaar tot een bolletje, je hebt één draadje overgehouden, plak je eraan en het is weer heel. Normaal eindig je niet clean, laat ik dat zo zeggen. Mm-hmm. Nou, wat is het verschil met de normale Gypsy Thread en Gate and Bloom Gypsy Thread? Hij begint met een... kaartje of klosje met op draad. En hij zegt, nou kijk, dit is een klosje draad. Daar kun je stukjes van aftrekken. Weet je wat, zegt het publiek? Doe maar, hier heb je het klosje. Hij legt het draadje clean op zijn hand. Iedereen mag knippen, trekken, wat dan ook. Zelf stukjes maken. Die stukjes komen allemaal op zijn hand. Hij pakt er één stukje uit. Ja. Maakt van de rest een bolletje ook. Mm-hmm. Hangt het eraan. Vervolgens pakt hij het draadje zeg maar echt ook vast. Handen zijn verder leeg. Dat is gewoon heel cool. Dus even voor de goochelaar als je weet hoe het werkt. En dan is het ding heel en dan geeft het uit handen. Dus ik bedoel, de klassieker is ook niks mis mee. Hij verkoopt ook hoor, Gypsy Thread, €12,50.
Maar dit is, ja, als je de overtreffende trap wil hebben, ja, dan is deze echt goed. Dat er wordt gebruik gemaakt van een gimmick. Die gimmick is in principe onzichtbaar voor je publiek. Mm-hmm. Ja, en is het moeilijk? Het is niet moeilijk, maar je moet dat een aantal keren zeker goed gaan oefenen om er routine in te krijgen, als vloeiend te krijgen. Dat is ook de reden dat ik hem nu niet kan laten zien. Ik zou het wel kunnen, maar niet goed genoeg om jullie te verbazen. Dan zijn er momenten waar je denkt, wat doet hij allemaal? En dat moet vloeiend lopen. En dat krijg je alleen als je daar echt wat tijd in steekt en gaat oefenen. Nou, die tijd heb ik er niet voor. Dus vandaar dat ik hem niet kan laten zien. Maar het is sowieso, Gaten Bloem is een geniale gast. Plus ja, hij is iemand die zet niet elke week iets op. Brengt niet elke week iets uit. Dus als hij iets uitbrengt, dan weet je dat er goed over nagedacht is. Ik kijk er nu rond. Ik denk, waarom kijk je nu weer rond? En het is weer omdat we wel spontaan bezig zijn. Ja, de Bloem. Kijk, de Four Bloem boeken. Die waren niet gepland, maar zo gaat het hier. Hoor. Dit zijn twee boeken. €189 per set. Maar jongens. Wat staat hierin? Overigens, deze ook, staat hier gewoon in. Dus sowieso is boeken. Boek is sowieso heel cool, maar deze, de Books of Bloom. De Books of Bloom, Books of Bloom, Books of Wonder heb je. Books of Bloom. Ja, hier staan er gewoon pareltjes in. Dat is echt waar. Het is geen commercieel verkooptrucje. De mensen die Gaten Bloem kennen en die ook de boeken kennen, weten dat ik niet lieg. Ja. Als er iets cools is, dit hebben. Maar goed, die waren niet gepland. Voor bloemen boekenset. Ja. Gypsy Thread, DVD plus gimmick. Oh ja, voordeel nog. Normaal werk je met rijgedraad. Ik weet het nou ook weer. Draad waar je makkelijk stukken trekken. Ik kan niet op de naam komen even. Hiermee kun je met dikke draad werken ook. Dus dat betekent als je een grote publiek hebt. En je zit hier een draadje. Nee, ik heb hier een draad of een touwtje echt. Ja. Dat kan met deze ook. Dus je kunt met dikke draad werken doordat het visueler is voor een groter publiek. Dat kan met normale versie niet, want dan kun je je geheime iets niet makkelijk verbergen. Dus dat is ook een hele belangrijke toevoeging van dit. Ja. Ga er verder over ophouden, is duidelijk. Hebben we gezegd wat die kost? €44,50. Is die voor jou? Ja. Als je besluit om een boek te kopen, dan staat die in. Dan ben jij voor €4,50 extra. Heb je ook deze truc. Want de gimmick die erbij zitten hebben we ook los. Dat leer je dan in het boek. Bij wijze van, als je niet al hebt liggen. Dus bedoel, je hoeft niet dan nog iets heel geks te kopen daarna. Als je de boeken koopt, daar zit dit in. Zeg maar, ben je ook al klaar. Ja. Maar goed, dat is deze. Alright. Oké. Ik heb iets nieuws. Ja, dat is de meeste dingen die... nee, dat is onzin. De meeste dingen die we laten zien zijn sowieso best wel nieuw. Ja, man. Maar ik ben benieuwd, wat heb je? Een blauw spelkaart. Een blauw spelkaart. Een rood spelkaart. Een rood spelkaart. En niet alleen de buitenkant is rood geworden. Kijk, zelfs de binnenkant is rood. Oké. Okay. Alle kaarten zijn rood. Mee eens. Dan draai ik ze zo om. Dan ga ik zo door die kaart heen. En dan mag jij stop zeggen wat je wil. Oké. Stop. Hier? Iets verder. Stop. Hier mag. Alles deze? Test. Ja. Zo. Ja. Hoep. Doe ik deze hier dan neer. Ik vind het prima. Nou, je had net gezien, het blauwe stokkaarten werd rood. Mm-hmm. Dat gaan we nou andersom doen. Want nou wordt het hele stokkaarten blauw. Nou, moet ik even kijken of ik goed in de camera zit. Ja. Hier. Kijk, al de achterkant van de kaarten zijn blauw geworden. Mm-hmm. En de enige kaart die rood is. Oh, ja. Zat er maar, nog? Kan u het hele spel ook weer terug naar rood? Kan het hele spel terug naar rood? Nou, dat is een kwestie van deze terug erop boven opleggen. Nee, echt? En dan is het hele spel rood? Nee, echt niet. Jawel. Kijk. En dan wordt alles weer terug rood. Mooi. Heel cool. Dus toch het een bepaald principe die ze dan in plaats van de voorkant met de achterkant doen. Ja. Dus ze zijn een paar trucspellen door elkaar gemixt, zeg maar. Ja, ik vind het best wel gaaf eigenlijk. En ook het doosje. Kijk, is misschien nu op video niet heel duidelijk te zien, maar als je de instructievideo checkt van Assel ook bij, of instructie, de demo op de site, dan doet hij het misschien nog duidelijker zien. Dat is speciaal een setup gemaakt om dit goed te filmen. Ja, is ook mooi en visueel hoor, als je dat goed doet. Ja, het lijkt een beetje op Chicago Opener en dat is al een hele gave truc eigenlijk van zichzelf. Mm-hmm. En dit is dan nog
inderdaad met allemaal drugspellen gemixt. Ja. Ja, ik vind het best wel cool als ik eerlijk ben. En hij heet de Deck Switcher, is van Astromagic. Die krijg je ook met een online instructievideo. Het doosje kun je voor en na de verkleuring aan allebei de kanten laten zien. Dat is ook wel mooi. Het is echt heel goed gemaakt. Handwerk. Er zit heel veel werk in om het te maken. Vandaar ook de prijs. €57,50. Yes. Deck Switcher. Oké, we hebben nog meer. Ik pak een Sharpie. Ja. Spelkaarten. Mm-hmm. Voor dit effect heb je eigenlijk twee toeschouwers nodig. Dus bij gebrek aan twee toeschouwers speel ik ook. Ik speel ook alleen. Ja, speel jij twee spelen? Zeg maar. Ja, ik wou zeker mijn gespleten persoonlijkheid. Oké. Okay. Zeg maar, wil jij twee toeschouwers doen of moet ik er ook eentje? Ik doe al voor mensen tweeën. Jij doet voor mensen tweeën? Nee, is goed. Ja, maar jij wil. Jij mag stop zeggen waar je zelf wil. Stop. Op de plek waar je stop bent, gaan we jouw kaart even bekijken. Nou, het is een heel mooi een harte aas, want symbolische kaart ook vind ik eigenlijk. Je mag even jouw eerste naam erop zetten. Ja. Mark. Is dat jouw naam, Mark? Ja. Oh. Oké, Mark staat er duidelijk op. Nou, Mark, jouw kaart gaan we even op een plek leggen dat we hem goed kunnen volgen. Dus laten we zeggen dat we hem even hier zo in het spel stoppen. Zo, laten we die mooi hier zo liggen. In ieder geval spelen verder. Oké, nog een stapeltje. Pak de andere helft, daar mag jij nog een keer zo meteen stop zeggen, waar je zelf wil. Ja. Stop. Stop. Op die plek waar je gestopt bent, gaan we opnieuw even kijken welke kaart jij gekozen hebt. Een schoppen 4. Nou, ik vind het prima allemaal. Zet hier even de naam op alsof jij toeschouwer nummer 2 bent die daar ook zeg maar een naam op mag zetten. Manloes. Was dat jouw naam als jij meisje was geweest? Wel, ik Laura. Oh, Laura, oké. Dat zou kunnen. Oké. Manloes. Ook deze kaart gaan we in het spel plaatsen. Doe even zo. Duidelijk. Zo. Clear? Ja toch? Ja. Tot zover niks geks. Op elkaar? Ja. En jouw kaarten zitten ergens in het spel. Waar? Maar, nou komt. Als je dit doet, vind je vingers. Keert één kaart, keert zich om in het spel. Zie? En dat is de kaart, de tweede kaart. Van Manloes. Dat is grappig, is heel grappig. Leuker is nog, let op. Als je nog een keer knipt, dan keert de tweede kaart zich om. Dat is op zich wel bijzonder. En even voor de duidelijkheid, voor de rest is er geen enkele kaart die omgekeerd zit, zeg maar. Zie? Mm-hmm. Maar bij dat omkeren heeft hij tevens een tweede kaart gevonden. Want hij heeft namelijk, niet alleen heb je de harte aas, maar hij heeft ook schoppen 4, zie? En beide kaarten hebben de naam erop staan. Nou is het mooie, stel, hou je hand even op als je wil. Kijk, heel mooi. Dan leggen we die kaarten er even zo op. Andere hand er bovenop als je wil. Kijk, heel mooi. Als je namelijk dan en je vingers knipt, even extra drukt, super, maak je handen open, dan zie je dat die twee kaarten die één kaart zijn geworden, zie. Dus één echte kaart, zie, met de één kant Manloes erop en de andere kant Mark erop, zie. Nou, dit is de Anniversary Waltz. Ja, het werd tijd dat dit commercieel te kopen werd. Vaker vroegen mensen, heb je dit kant-en-klaar te kopen? Zeg, nou, volgens mij is het kant-en-klaar niet in de handel. Maar nu is het inderdaad compleet te koop. Gaaf. Je krijgt een online instructievideo plus een kaartspel. Dus je hebt de kaartspel nodig. Nou, je hebt iets extra's nodig waarmee je een normaal deck kunt aanvullen. Deze set is eigenlijk ontworpen om daar een mooi verhaal aan te kunnen vastknopen. Dat wil zeggen, er zitten heel veel gimmicks in met harte aas, harte 2, harte koning, harte vrouw. Dus allemaal mooie kaarten. Plus een heleboel kaarten, net als deze, waar je veel plek hebt om te signeren ook. Dus dat je niet op een klaveren 10 nog iets moet zetten, de mensen laatste handtekening. Mm-hmm. Dat is heel duidelijk. Nou, Anniversary Walls, je krijgt dus het speciale deck waar je eigenlijk telkens maar één kaart uithaalt. Dus kost je één kaart per vertoning. Ja. En die voeg je toe aan een normaal bicycle kaartspel. Rood of blauw, maakt niet uit wat je zelf wil. En die kost €25, inclusief online instructievideo. Nou, even voor het idee. Ik heb gisteravond de video even bekeken. Eén keer even doorgedaan en nu gedaan. Kijk, ook dit gaat met oefening natuurlijk, met meer oefening veel beter. Maar dit was al goed genoeg om het te laten zien eventjes. En ik vond het zonde om die niet even mee te nemen al in deze update. Dus dat is de Anniversary Walls van Garrett Thomas en Doc Eason. Nou, ik vind het een mooi ding. Ja, zeker. En mensen weten niet dat zoiets überhaupt bestaat. Nee, maar je hebt het ook net gemaakt. Dat is helemaal cool. Ja, super gaaf. Ik zal het hier aan. Ja.
Oké. Okay. Nou, even een vlug quickie tussendoor. Oh, spannend. Dobbelsteen. Ja, dobbelsteen. En, je, kan die op? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Nou, ik zeg al, het is een quickie. Dus in een blink of een eye is het voorbij. Ik ben benieuwd. Knipperen bij je ogen, het is over. Oh. Kijk, en dan zitten hier al die dingetjes. Kleine dobbelsteentjes. Ja. Ja, je hoeft hier eigenlijk verder niks meer toe te voegen. Nee. Dice Bomb. Dice Bomb. Oh, verkoop ik al heel lang hoor. Maar zoals we vaker zeiden, ja. We pakken elke keer zo'n trucje mee waarvan we denken, geinig. Waarom laten we die niet even zien? Ja, ja. Geinig en goedkoop. Kost 7,5 euro. Ja. En hoeveel oefenen is het? Nou ja, niet. Niks. Nee. Nou, niks is op een gegeven moment, maar nagenoeg niet. Nee. En er zit een online instructievideo bij in het Nederlands. Niet dat je die echt nodig hebt. Nee, maar toch. Maar die zit erbij. Ja, ja. Leuk ding. Ja, oké. Okay. Thank you. That's it. Even kijken, op zich kunnen we dit natuurlijk ook wel even doen. Ja, dit is een. Oké. Een giftcard heb ik hier. Een paperclip heb ik even bijgelegd, dat is wel handig. Ja, je denkt nu, wat is je aan het denken? Cool. Ja, gaan we gewoon iets doen. Ik ga jou een kaart laten kiezen. En die ga ik hopelijk ook terugvinden, de juiste. Mm-hmm. Als het niet lukt, krijg jij mijn giftcard, kun je gaan shoppen ergens. Als het niet lukt? Als het niet lukt, als je jouw kaart niet terug kan vinden. Deal? Ja, prima. Pak een kaart ergens. Zoek een leuke uit ergens waar je zelf wil. Zet je naam er even op als je wil. De beeld is echt wel niet kijken. Ja, oké. Ja? Ja? Nou, gooi me ergens terug. Kijk. Heb je de kaart de camera laten zien? Ja. Ja, hij is nee. Nu weg. Ja, nee. Had je hem niet laten zien? Ik denk het wel. Je denkt het wel? Ja. Nou, ik kom hem dadelijk al tegen, want ik heb mijn naam erop gezet. Okay. Zet hem even door elkaar, zo. Nou ja, 100.000 manieren. Waar het om gaat is het volgende. Ik ga proberen die kaart zo meteen terug te vinden. Ja. Ik zeg niet dat ik heel goed in ben, ik ga het wel proberen. Ik denk dat dit jouw kaart is. Maar dan denk je, ja, maar wacht even, zo meteen gaat hij hem verwisselen als ik niet oplet. Nou, dat hoeft niet per se wel, anders krijg je de giftcard. Ja, nee. Ik zal hem hier, weet je, ik zet hem hier zo in. Maak ja. Hem vast met een paperclipje, dat ik hem niet kan verwisselen ook. Zo. Et voilà. Mm-hmm. Want, weet je de naam nog van je kaart die je gekozen hebt? De Ruiten 9. De Ruiten 9. Serieus, Ruiten 9? Ruiten 9, ja. Dit lijkt er niet eens op, Klaveren Koning. Nou, niet bijna. Nee. Oké, okay. Ik had gezegd, jij krijgt de giftcard als die lukt. Ja, ja. Nou, je krijgt hier de giftcard. Maar wat zijn je Ruiten 9 toch? Ja. Ik heb niet heel goed gekeken, misschien heb ik het toch vergist had. Oeh, toch Ruiten 9 zie. Nice. En heb je toch alsnog, ja, sorry. Dus de giftcard, helaas, die gaat in mijn eigen zak. Dit is een giftcard, ja. Je kan ook 100.000 manieren vinden om te doen. Dit is een manier. Je kan ook zonder handtekening, dan begin je al met een kaart vastgeklipt hier aan. En dan op het einde verandert die in een gekozen kaart, in een duplicaat van een gekozen kaart. Je krijgt giftcard met de gimmicks, online instructies. En giftcard kost €32,50. Ja, ook een. Nou, lijkt me bij. Ja. ook een ja, grappig iets. Ja, is zo. Giftcard. Oké. Okay. Had jij nog iets of niet? Ja. Oké. Okay. Ik heb hier de Revel. Dat was een ring. Okay. Oh. Nee, maar ik stond ergens om. Ik denk dat het een ring, maar die hebben we zo meteen nodig. Oké. Okay. En een kaartspel. Nou. Nou, ik heb namelijk de Revolution Box. Oké. Okay. Een kaart. Het is een plexiglas doosje met daarin een opgevouwen kaart. Hartstikke duidelijk. Goed. Die kaart die heb ik er vanochtend al ingedaan. Ja, door je spoor is ook al. Vorige keer naartoe rijden, ja. Ja, het is nu ook nog vroeg hoor. Het is nu
6:15 in de morgen. Jij moet altijd heel vroeg opnemen. Waar? Ja. Moet je nagaan, laat ik nog staan. Hij is 4 uur opgestaan omdat we hier op tijd konden zijn. Waar? En dan nog even aan die kaart gedacht. Nee, daar heb ik een kaart ingedaan. Ja. Zeg, jij mag er eentje uitzoeken. Eentje die je mooi vindt. Weet je, we hebben hier in de winkel af en toe van die kaartspellen dat ik denk... Hoe is het, mogelijk? Ik ben er nu aan het denken, welke van de twee ruiten 7 zou ik kiezen? Die of die? Dat komt dat wij soms hebben... deze truc die we hier hebben liggen bijvoorbeeld, dat soort dingen doen we heel veel. Dat kost kaarten. En soms hebben we zo'n spel dat we, als het druk is, even zeggen... Oh, even het kaartspel weer bijvullen. Wop, en dan komen er een paar kaarten bij. En dan heb je dit. Maar dat is niet erg, want mag ik opschrijven? Ja, dus, okay, ja. Dus. We maken hem toch uniek, daar gaat het even om. Oh, nou ik zeg uniek. Uniek. Dat is tevens de naam van een of andere club die verderop trouwens. Oh, niet met een Q. Maar hij is uniek. Uniek. Ja. Die unieke kaart laat ik hier een klein beetje zo uitsteken dat je nog kunt zien waar die blijft. Ja. Dan zal ik hem hier in het midden van deze kaart doen zo. En dan deze. Ja, die is dus weg. Nou, dat is hartstikke duidelijk. Begraven. Ja. Nou, ik zei dat ik hier vanochtend, voordat ik hier naartoe ben gereden, een kaartje ingedaan heb. Heb jij enig idee welk kaartje daar zou kunnen zijn? Nee, ik was er niet echt bij toen jij dat deed. Nee, ja, jouw naam, kijk, die kan er eigenlijk bijna niet op staan, maar ik ga het toch proberen. Ik denk dat het al gelukt is. Hoe dan? Je mag het dekseltje eraf halen als je wil. Oeh, dat was even vast, wacht even. Ja? Ja. Nou, ik zal hem hier, mag je het kaartje controleren? Unieke truc. Oké. Okay. Nou, dat is weer een nieuwe card to box natuurlijk. Ja, een hele gave. Ja. Er zijn natuurlijk al superveel card to boxes. Wel transparant, niet transparant, een groot doosje, een klein doosje, een eco-box. Dit is, je zou bijna zeggen, dit is nummer zoveel in de rij. Maar ik vind dit concept super gaaf. Ik vind dit concept super gaaf als ze hiermee bedacht hebben. Ja, en zoals we nu zitten, we doen dit zittend, is het niet eigenlijk als het hoort. Het is eigenlijk gemaakt voor staand, hè? Ja, het is normaal gesproken, als je een transparant dingetje hebt, voor degene die het weten, dan heb je er vaak zo'n zakje bij nodig. Ja, als je 360 terugkijken. Ja. En een zakje moet je dus altijd op tafel neerleggen. Ja. Dan zijn er heel veel goochelaars die rondlopen met zijn tafel optreden en vanuit zijn zakken werken. Ja. En dus dit staand moeten doen. En als je dan staand clean wil eindigen met een transparant doosje, dan moet je Revolution Box hebben. Want je hebt dus even voor duidelijkheid geen tafel nodig. We hebben het nu anders gedaan omdat we het niet kunnen doen zoals het hoort. Mm-hmm. Maar normaal stand-up is het dus echt zo, je gooit de kaart uit het doosje, bam. Mm-hmm. En, zeg je mensen, en dan geef je het doosje uit handen. Klaar. En mensen kunnen op de grond gaan zoeken of in je zakken gaan zoeken. Niks. Ja. Voor de duidelijkheid. Ja. Niet dat mensen in je zakken moeten laten zoeken. Maar dat zou theoretisch zijn. Niks in je zakken. Niks op de grond. Niks in je mouwen. De kaart die uit het doosje komt is voor de mensen echt wel hun kaart, zeg maar. Dus gaaf hoor. Ja, heel gaaf. Ja. Heel gaaf. En je krijgt doos eventjes, alles, alles erbij. Hè? Doosje. Gimmick kun je zelf maken. Is niet heel moeilijk. Staat er duidelijk in. Ja, dus kun je van elke soort maken. Dus ik wil Bicycle, of ik wil Bee, of ik wil Aviator, of wat dan ook. Je kan alle kaarten kun je maken. Want het is wel toch een gimmickje wat je moet maken, zeg maar. Ja, maar goed. Ja, dat is juist leuk. Ja. Ja, ik vind het super gaaf. Ik vind, Kartenbox sowieso gaaf. Kartenbox sowieso. Ja, wie niet. Maar doe het wel voor het publiek. Als je het ooit getest hebt, mensen kunnen er niet bij. Nee. Mensen kunnen er niet bij. En dit is wel... Ik zelf gebruik heel lang de Kennedy box en de Lightning box. Maar ik vind dit toch wel, ondanks dat ik tegen dat transparante plot ben, eigenlijk dat ik het onmogelijke, ik dit toch wel heel cool. Maar omdat het principe ook heel gaaf is eigenlijk. Ik zat eigenlijk net te denken, als je hem nou de hele tijd hier inlaat. Ja, dat kan ook, dat je hem niet laat zien. Dat je hem niet laat zien. Dan is het sterk. Dan zeggen mensen, hoe heeft hij hem? En dan, je kunt het zakken nog iemand geven van tevoren. Ja, precies. En dan doe je bijvoorbeeld, ik wil, boem, zo een keer. Doef. En dan laat je zien dat die verdwenen is. En dan maak je een zakje open. En dan zien we voor het eerst die kaart. Ja.
Ja, heel mooi. Super gaaf. 44,50 met DVD en eigenlijk alles wat je nodig hebt behalve een normaal kaartspel. Ja. Revolution Box. En je vraagt je af, wat haalt hij er net voor kaart weg hier? Ik pak net een kaart weg, zie ik hier liggen. Ja. Die stuk. Maar ik voelde net al tijdens de truc, voelde ik dat al. Denk, wat is dit? Ik weet wat het is, maar ik wil niet verklappen wat het is. Maar ik heb het niet zo gevoel dat Mark het even gaat laten zien nu. Ja, dat is waar. Wacht. Ben ik aan het vouwen, maar je mag even deze kaart dubbel vouwen als je wil. Zo, ja. Daarom gaan onze kaartspellen worden die samengevoegd tot twee kaartspellen. Als we van 2 tot 1, dat het namelijk heel veel kaart kost. Ja. Ja. Kijk, en die kaart die schuif je hier in die andere kaart. Mm-hmm. Zo. Duidelijk. En dan vouw je hem open. Zo. Je vouwt hem aan de andere kant. Ja. Weer dicht. Dan zou je denken, nou. Waarom? Waarom? Ja, waarom heb je nou? Ja. Ja, dat was het. Dan draait hij aan de binnenkant om. Kijk, want dan komt de buitenkant weer over naar de binnenkant. Zie je. Natuurlijk, dit zelf voor het eerst. Ik weet ook. Die hele andere kant. Kijk hier. En zelfs hier, je kan hem zelfs op het puntje hier, daar. Precies. Ja, daar waar die. Dat is wel heel mooi, waar ja, die overloopt. En ik zal zelfs, kijk, als ik dit helemaal in het midden zet, zo, kan ik hier dit. Ja, dat is wel cool. Dat is natuurlijk een oud effect. Ja, dat is super vet. Wel een vet hoor. Kaartwarp. Ja. Van Roy Walton, als ik het goed heb. Gokje even. Deze was ook niet gepland, maar de kaart zat er tussen. Ik zag hem zitten. Nee, waar? Ja. Is die los te koop? Ja, we hebben een DVD met 15 verschillende versies erop. Ja, Kaartwarp. Die er nog... Oh ja, oké. Dan zou er nog moeten zijn. Ja, oké. Kaartwarp DVD, ja. Ja, we hebben nog meer. Dus eentje, we hebben er nog meerdere gehad daarvan ook. Oké. Okay. Dus ik heb het niet staan hier ook, maar... Ik heb net wel al half... beginning gezien. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat was ook niet gepland. Dus als je weet hoe het werkt, nu heb je een gratis trucje voor. Ja. Dat was ook niet gepland. Dat maakt helemaal niet uit. Daar houden we wel van. Dat is gewoon zo... Zo is het. Losse schaat. Heb jij nog iets? Nee. Want jij, ik ga nu eens laten zien waar je niet eens weet wat het is. Want hij was er gisteren niet. Gisteren zijn er dingen binnengekomen. Die truc hebben we al jaren geleden gehad, maar die was heel lang niet meer. Eigenlijk is het een cadeautje voor jou. Nou, ik kom vaker op vrijdag. Maar het cadeautje zit nog in deze tas. 10 cent erbij. Hoe? 10 cent erbij voor de tas. Ja, 10 cent erbij voor de tas. Ja. In de tas. Normaal zou ik een mooie cadeautas zoeken, maar die hadden we even niet bij de hand. Hé, jij draagt geen ring, hè? Nee. Dat dacht ik al. Daarom heb ik even voorbereid. Jij weet echt niet wat ik ga doen nu, hè? Dat je even duidelijk hebt. Nee, ik weet niet wat hij gaat doen. Ik heb deze 3 ringen gepakt. Waarom? Omdat ik jou wil laten kiezen met welke... Dat is mijn trouwring. Welke ring dat we de truc gaan doen. Als zeggen mensen, ja, maar dat is gewoon twee dezelfde ringen. Dat je even echt een ring kiest, zeg maar. Zodat ik niet van tevoren kom weten... Made in Taiwan? Weet je, die zou best kunnen met die. Nee, dat is flakkeul. Dat truc uit Hongarije, maar... Ja, dit is echt... Welke ring wil jij kiezen voor deze truc? Nou, free choice. Mijn trouwring. Nou, daar heb ik sowieso maar 1 van. En deze wel. Oké. Okay. Ver. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hier een... ik ga het even een beetje aan. Ik wil namelijk eerlijk doen, ik de tasje niet ingezet. Ik heb hier een grote doek. Die ring gaat, helemaal eerlijk, onder de doek. Ja. Die kun je ook zelfs zien door de doek heen. Ja. Zo. Kun je hem vasthouden? Voel je de ring? Ja. Hou hem iets hoger vast. Iets hoger. Kijk, dat ik niet vals speel. Wat nu gaat gebeuren, ik heb het cadeautje nog niet laten zien. Dat zal ik je even laten zien. Het zit namelijk hier in deze tas. Oh, er zit een cadeaupapier bij. Dat cadeautje hadden we niet nodig. Leuk. Hier zit namelijk een cadeau in. Ik zal het even uithalen. Een groot cadeau. Bedankt. Ja. Heb je een idee wat erin zit? Nee. Nee, oké. Okay. Nog niks, maar binnen 3, 2, 1, is de ring volledig verdwenen. Zou jij de strik willen losmaken? Het zal het niet, hè? Want in deze kist zit, kijk maar, nog een kist. Nog een kist. Nou, haal er even uit de kist. En zo. Ja. Die mag je ook openmaken. Ja. Rommeltje van hier. Okay. En daarin zit
Nog een kist. Haal de kist ook even uit. Ja. En in die kist zit... Een zakje. Een zakje. Een elastiekje erom. Een elastiekje erom. En in het zakje zit... Nou, het is spannend. Oh, nog een zakje. Okay, nog een zakje. Met een elastiekje erom. Een elastiekje erom. Wat zit er in dat zakje? Daar zit weer een zakje in. Nog een zakje, met een elastiekje erom. Zit er allemaal goed dicht, hè? Ja, ja. En wat zit er in dat zakje? Nou. Kan weer thuiskomen. Hey. Mijn ring. Is dat cool? Ja, super gaaf. En ook super degelijk ook allemaal. Goed gemaakt, niet helemaal, eigenlijk. Dit is de No Way Nest of Boxes van Tommy James. Ja, het is zeer goed gemaakt. Netjes ook, nee. Heel goed gemaakt. Je krijgt het compleet met alles wat je nu ziet. Inclusief ring, verdwijndoek. Boxes, zakjes, elastiekjes, instructies. Alles wat je kunt bedenken. Het enige wat je zelf moet verzorgen is een tas waar je de spullen... Of waar je spullen waar je dit in kunt zetten eventjes. Ja. Je kan het ook achter je decor zetten, aan je tafel, wat dan ook. Maar ik denk dat het wel leuk is om hem juist visueel te hebben staan. Ik zou ring is het maximale... Ja, horloge zou ik niet doen. Dat is te groot. Maar een ring, een sleutel... Ik zou even geen andere kleine voorwerpen kunnen bedenken. Maar net als een mobieltje of zo, dat kan niet, laat ik het zo zeggen. Het is echt... Je bent wel gebonden aan afmetingen. Ja, No Way Nest of Boxes van Tommy James. Check even, op de site heb je een kopje fabrikanten. Kun je naar onder scrollen ook. Zie je alle leveranciers en fabrikanten. Dus staat wordt Tommy James tussen. Je kunt ook bij zoeken Tommy James in tukken trouwens. Maar daar zie je alle producten van Tommy James. We hebben gisteren alles weer terug op voorraad gekregen wat even niet was. Hij heeft kwalitatief gewoon hele goede dingen. We hebben het exclusief voor Nederland, alles van Tommy James. En België trouwens ook. Kwalitatief goed spul. Ja. Als je professioneel goochelaar bent, of amateur kan ook natuurlijk, heb je gewoon, als je zoiets koopt, weet je gewoon dat je niet, dat je denkt, wat is dit voor troep? Het is al een goed spul. Hm. €175, No Way Nest of Boxes. Ik ben er doorheen hier. Ik ben er doorheen. Nee, ik aan mijn kant heb ik ook alles gehad. Wat ik vergeten, nou niet vergeten, we hebben binnenkort 11 februari, zeg ik goed, dat is goed is wel. Match Your Ride, lezing, heel goed, commercieel ook, close-up, stand-up, hele goede effecten, hele goede reviews de lezing. Om 8 uur 's avonds hier in de winkel, op de plek waar deze tafel nu staat, hebben wij, goed hoor, Bond Lee hebben we ook, 18 april, Bond Lee brengt momenteel heel veel producten op de markt, ook kwalitatief goede producten. Hij gaat vanavond manipulatie laten zien, ook met ballen. Close-up trucs, kaart trucs. We hebben zijn 18 plus van hem verkopen met die kaart die in condoomverpakking komt. Maar hij heeft allerlei andere coole effecten die hij ook hier gaat laten zien. Dus komt en er staan nog meer lezingen op het programma hoor. Meer, ik ga er niet namen verklappen, maar er komen een paar hele mooie aan ook. Als je echt een keer dingen wil zien die je misschien nooit ergens anders hebt gezien, dan kan ik je echt aanraden om een keer naar een lezing toe te komen. Ja. Ten eerste is het hartstikke leuk. Ja. Die hier voor jou eerst een kleine show opzet en daarna heel zijn gedachtegang over hoe die truc tot stand komt en alles wat ermee te maken heeft, hoe dat is ontwikkeld. En daar leer je super veel van. Er komen andere goochelaars, werkende goochelaars, die hier een beetje met elkaar sparren. Ja. En zo'n lezing is echt hartstikke leuk. Ik kan het je zeker aanraden. Dus... Ja. Oké. Okay. Ja, voor de rest. Carnaval. Voor carnaval zijn we nog net even hier waarschijnlijk met een nieuwe update. Hmm. Dus dat wensen we je de volgende keer dan wel. voor de rest niks geks, hè? Wat ik vergeten ben of zo? Nee, toch? Nee. Nee. Nee, niet dat ik me zo kan herinneren. Nee. Dan wensen we jou een fijn weekend toe. Oh ja, zoals je hebt gemerkt, deze update is iets later. Normaal namen we deze op dinsdag op en dan kwam die op donderdag online. Nou, dinsdag is tegenwoordig onze toch wel drukste dag qua werkzaamheden. Dus we krijgen het niet voor elkaar om op dinsdag op te nemen meer. Dus dit is nu op vrijdagmorgen opgenomen. Dat is voor ons een beter tijdstip, zeg maar. Vandaar dat het 17:15 is. Ja.
En we proberen deze op vrijdagavond online te krijgen, maar in principe de planning is zaterdag een keer overdag. Maar afhankelijk van hoe het vandaag zit, of ik even kan monteren, ja, komt hij of vanavond of morgen online. Yes. Dus als je nu zit te kijken, dan is hij natuurlijk al online. Ja, vaag. Vaag ook, maar goed. Ik ga het niet overdoen nu. Hey, ja, ik wens je een fijn weekend. Ja. En ik denk, maak er wel van. Ja. En tot de volgende keer. Hoi. Goedjes. Hoi, hoi. Doei.